Salut Sandrine. Bonjour Stéphane, ça va et toi? Ça fait longtemps, bienvenue dans la Grisaille. Ben, merci. Bonjour, donc je suis Sandrine et en fait je suis ambassadrice à Vieux-Château-Gobert et je viens vous présenter le Benjamin de Vieux-Château-Gobert dans l'appellation des Graves. On va commencer par le blanc, donc par le Benjamin de Vieux-Château-Gobert et le millésime c'est 2019. Donc en fait, sur ce blanc, c'est un blanc sec, bien sûr, et en termes d'encépagement, on est à 66 millions et 40 sauvignons. Et la particularité sur ce vin, c'est qu'il y a 20% qui est fermenté en barrique. Zeg Sandrine, het kleur is echt wel heel licht, hè? Ja. Ja. Een hele mooie kleur. Een mooie kleur. Ja. Zeg eens, schat, ik ruik daar ook exotische vruchten in. Of ben ik nu volledig zot? Nee, maar ook honing. Honing? Mm-hmm. Goh, ik heb zo echt, ja, ik zeg het, een sol. Hè. Een goede soletteke, een goede tong. Ja, of iets... Daar heb ik zin in, maar veel boter erbij. Ik weet het, het is niet goed voor de lijn, maar on s'en fout. Of een kipwaterzooi. Ja, of een kalsblanket. Ah ja. Maintenant, on va déguster le Benjamin de Vieux-Château-Gobert en rouge. Donc, le millésime, c'est 2018. Donc, en fait, la particularité du terroir, c'est comme son appellation l'indique, ce sont les graves. Et en fait, ce sont tous ces petits cailloux qui vont capter la chaleur, la restituer la nuit, et ça crée notamment une très belle maturité. L'intérêt, c'est de trouver le bon équilibre entre le fruit et l'élevage en barrique. Il ne faut jamais que l'un ou l'autre prédomine. Je te sers, Anouk. Het is in elk geval een heel schoon kleur, hè, schat? Ja, absoluut. Heel, heel schoon. En allee, Sandrine zegt een baby, maar ik vind dat geen zo'n baby meer, hoor. Geen ik vind dat daar heel veel kracht in zit. Ja. Ah, het is een soepele baby, hè? Een soepele, krachtige baby. Ik vind hem heel genereus eigenlijk zo. Ja, wel. Gezellig, heel. Ja. Voilà. Zit veel in, ja. Nu, wat ik er heel lekker aan vind, is de combinatie van die zwarte... Allee, dat zwart fruit. Bramen, zwarte bessen. Mm-hmm. Maar ook zo dat lichte... Ik proef daar chocolade in, ik weet het. Ja, maar het is inderdaad een wijn dat je echt wel kunt ja, doordrinken, hè, tot in de vroege uurtjes. Ja. C'est en 2018, donc évidemment, il a la matière. Mais on est vraiment sur des tanins soyeux, veloutés. Wat ik iets minder vind met Bordeaux-wijnen, dat is het houterige. Ik heb liever iets directer, iets gezelliger, iets ja, meer fruitig. Pas op, hier is wel een klein beetje hout in, maar niet overweldigend zo. Het is echt een heel gezellige wijn, heel leuk, heel, ook complex, zeker complex, maar iets heel gezellig, spontaan, een heel mooie wijn. Kunt je hem ook nog een beetje in de kelder houden? Alors, ça c'est un vin qui a une garde environ de 3-4 ans, à condition d'avoir une bonne cave, évidemment. Ja, dat je kunt wachten. Ja. Ja. Gezondheid. We zitten hier op de tweede wijn van Vieux-Château-Gobert, de Benjamin. Maar deze tweede wijnen zijn geen tweede keus. Het zijn geen tweede keus van druiven. Het zijn eigenlijk wijnen die gemaakt worden om makkelijk te drinken, om jong te drinken. Die op een andere manier worden gemaakt. En voor mij die ook zeer toegankelijk zijn. Toegankelijk op het gebied van smaak, maar ook toegankelijk op het gebied van prijs.